Toen het eerder vanavond ging in de bijdrage van mevrouw Kaag over roddelpraatjes en over kussens. In die combinatie, die bijzondere combinatie, schoot mij ineens een verhaal te binnen. Waarmee mij vroeger duidelijk is gemaakt om op onze woorden te letten. En ik dacht, dat ga ik toch nog even vertellen. Bij een zieke man kwam iemand langs dat hij het goed wilde maken. Dat hij lastenpraatjes had verspreid over deze man. Wil je het goed maken, zei de zieke man, neem dan dit hoofdkussen vol veren. En ga naar de kerktoren van deze stad en spreid die veren, stort ze uit over de hele stad en ga ze daarna allemaal weer verzamelen in dat kussen. Ja, maar dat kan natuurlijk helemaal niet, zei die man beduusd. Precies, zei die zieke man. Je kan het niet zomaar goed maken als je roddelpraatjes verspreidt. En wees daarom vooral voorzichtig met wat je zegt over anderen. Die les van dit verhaal wil ik ons allen nog graag meegeven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Staaij. Dan geef ik het woord aan de heer Asserkamp van Denk.